Deze fase hebben we al gehad. Als jij blijft zwijgen, dan heeft het geen enkele zin. Ik zal tegen de arts zeggen dat je naar huis kan. Ja, wacht nou even, wacht nou even. Ik kan het niet. Wat niet? Ik kan het niet alleen oplossen. Ik heb hulp nodig. Dat is een begin. Ja, ik kan niet hier. Ik kan dat. Ik kan het alleen maar aan jou vertellen. Ja, vertel dan maar. Wat is er gebeurd in het park? Niks. Ik liep gewoon door het park en. En toen. Ja, toen niks. Ik werd hier wakker in het ziekenhuis. Mensen die jou gezien hebben, die zeiden dat je verward was. Kan je daar iets van herinneren? Weet je nog waar we over gesproken hebben? Over verdrongen herinneringen? Deze herinneringen kunnen er de oorzaak van zijn dat jij flauw viel. Ik kan toch niet flauw vallen door een herinnering? Nou, soms zijn gebeurtenissen of herinneringen zo heftig dat we die verdringen. Dan stoppen we het weg. Dan doen we alsof het nooit gebeurd is. En als zo'n herinnering dan weer terugkomt, dan kan de schok die dat veroorzaakt zo groot zijn dat de hersenen het niet meer aankunnen. Oké. Okay. Dus wat moet ik doen om te zorgen dat die herinnering niet meer terugkomt? Nee, die moet juist wel terugkomen. Hè? Zodat je het kan verwerken. Ik weet dat jij er sceptisch tegenover staat, maar ik denk dat hypnotherapie een uitkomst is. Ja, maar ik heb geen zin om daarvoor naar een andere therapeut te gaan. Ja, ik kan het zelf ook. Het is gewoon een techniek, het is geen hekserij. En je gaat niet met een zakhorloge voor mijn ogen lopen draaien? Nee. En ik kan jou ook niks laten doen wat jij niet wil. Er is dus niets om bang voor te zijn. Schrik aanstaande donderdag. Ja? Ja. Ah, ik wilde u net gaan roepen. Wat mij betreft kan de heer Sanders naar huis. Nou, dat komt mooi uit. Uw zoon is net gearriveerd, dan kunt u met hem meerijden. Tot donderdag. Stof nou weer gelaten. Ik had een keer een date met een meisje en had een hele lange haar op de kin. Wel 2 of 3 centimeter lang. Dat was de enige waar ik de hele avond naar kon kijken. Ja, dat was mijn ergste date. En nu jij? We passen gewoon niet bij elkaar. Je vond hem geweldig. Nee, meer. Waarom dan? Wat heeft hij gedaan? Ik kom te laat voor mijn afspraak. Met René? Ja. Vind je het fijn als iemand met je meegaat? Wat wil je nou van me? Ik dacht misschien... Ben je zo jaloers? Loop je daarom de hele tijd achter me aan omdat je me wil? Nee, ik... Ik ga wel weg. Ik hou je alleen maar op. Moet je hem niet opnemen? Hij denkt dat ik tentamenstof aan het doornemen ben met een studiegenootje. We hebben niet eens tentamens. Ik kan het niet meer. Al dat gelicht de hele tijd is gevlucht. Ik moet gewoon tegen hem zeggen dat ik dit weet. En dan? Wat zal hij dan doen? Ja, het ontkennen. Ja, in het gunstigste geval, ja. Hij zal me heus niks aandoen, hoor. Misschien loop je wel gevaar als hij merkt dat jij het weet. En trouwens, we weten het nog steeds niet zeker. Maar, hoezo? Jij was toch zo stellig? Jij komt aanzetten met al die bewijzen. Ja, dat weet ik. Maar toen ik het las, ik schrok zo. Ik dacht, dat moet je meteen weten. Maar misschien heb ik wel te snel conclusies getrokken. Er is nog altijd een kans dat het niet waar is. Ja, en dat hoop ik ook al de hele tijd. Ik ben steeds op zoek geweest naar bewijs dat aantoont dat Nick onschuldig is, maar... Nou, misschien komen we er nu achter door het afluisterapparaatje. Ja. En ondertussen moet ik gewoon naar huis. Moet ik hem kussen en naast hem in bed liggen. We hebben vanavond een romantisch avondje, dat heb ik hem beloofd. Maar Nick nu confronteren lijkt me echt ontzettend onverstandig. Je moet het nog even volhouden. Het valt gelukkig erg mee. Hij is gevallen. Geen ernstige verwondingen, alleen wat blauwe plekken. En waar is hij nu? Meteen weer aan het werk natuurlijk.
Ik weet dat je het er niet over wil hebben, maar... Misschien moeten we er toch even over praten, anders wordt het alleen maar ingewikkelder. Jij maakt het ingewikkeld. Zo simpel is het. Ik begrijp niet waarom dat je voortdurend weer over begint. Ga jij straks even bij vader en kijken? Ja, prima. Oké. Okay. Liefje, wat ben ik blij om jou te zien. Het lijkt wel alsof je dagen bent weg geweest. Oh. Ik wou meteen een bad voor je voorlopen. Dat heb je wel verdiend na al dat gestudeerd.